Mensen, tori. Nee, dat moet ik jullie echt vertellen. Zoals bepaalde van jullie weten, heeft mijn ex het vorig jaar met me uitgemaakt. Omdat hij iemand anders had. Ik ging verder met mijn leven. Dus ik, enkele maanden daarna ontmoette ik een heer. Iets ouder dan mij. Eigenlijk veel ouder dan mij. Hij wordt 52 dit jaar. Maar hij ziet er goed uit. Ja? Hij leek wel op iemand in de 30 of zo. Ik word echt verwend. Ik mag niet jokken. Het is echt de man die ik altijd gewild had. We gaan elke maand op een date. We doen gezellige dingen. Ik geniet er echt van. Dus vorige week waren we 6 maanden samen. Dus heb ik eindelijk die relatie publiekelijk gemaakt. Ik heb daar foto's gepost en zo. Guess what? Raad eens wie me belde vanmorgen. Jawel, mijn ex. Hij was like, ik had veel van je verwacht, maar dit had ik niet van je verwacht. Na zo, ik wist niet dat ik moet doen zo wat laggy, Sonny. Toen zei ik hem, waarover heb je het? Hij was like, no do alsof, die man die je post. Ik dacht, luister, hè? Dus jij wilt me niet meer, want je hebt het uitgemaakt, je wilt me niet meer, maar ik mag ook geen andere vriend. En toen was hij like, ano dat meer bedoel, kom niet alsof doen, want je weet dat die man mijn vader is. Mensen, ik was in shock. Ik wist niet dat mijn huidige vriend de vader van mijn ex is. Dus ik was like, ik wist het echt niet. Maar het is niet erg, want dan ben ik toch gewoon je stiefmoeder. Dan kan je me toch gewoon mama Chelle roepen. En een jonge brak. Biki kost me een heleboel dingen. En ik was like, luister nou. Dit is aan het vorig jaar toen ik je vriendin was. Nu ben ik je moeder, hè. Nu ga je respect hebben voor me. En sinds je vader over 2 weken jarig is, organiseer ik een feestje. Je bent daar uitgenodigd met je vriendin. Kom zodat ik je wat manieren leer. Want dan ga ik mijn rol van moederschap overnemen. Mensen, een jongen kost me dat me nou een vuile hoor. Niet dat ja, me mag dat me kiefeest geerse economie voeseranang. En geloof me, dat is niet mooi. Maar goed, mensen, dat was het verhaal.